Iedere week daag ik een BN'er uit voor een duel. In de strijd maken we gebruik van dezelfde splinternieuwe gadget. Deze week neem ik het op tegen Pip Pellens. Ik ontmoet Pip bij schaatsstadion Tialf in Heerenveen. Pip Pellens. Klaas. Ben je een beetje strijdvaardig vandaag? Zeker. Ik hou heel erg van een wedstrijdje en een spelletje. Pip is een multitalent. We kennen haar van Goede Tijden, Slechte Tijden en films zoals Hartenstraat. Verder spreekt ze ook voice-overs in. Met haar vriend Pim won ze het programma Dance, Dance, Dance. Wat is dit? Maar het lijkt erop alsof hier zit zo'n motortje in. Ja. Dus hier zou wel wind ingaan, dan zou je ook niet zo'n kapje hebben. Dat komt extra kracht. Extra kracht. Ja. Zou je het dan op moeten... Ja? Zou ik even? Ja. Zo? Maar we zijn hier in Tialf. Ja. Dit wordt schaatsen, dus vlieg maar naar binnen. Zie je meteen, hè? Ik ga zonder af. Oh my god. Groot dit, man. Hier zijn ze aan het schaatsen. Oh, dat zijn dat is zo'n apparaat. Wij zijn Pip en Klaas. En jij, oh, ik ben weet Jeroen. Jij wat dit is? Oh, daar kan ik je heel veel over vertellen. Oké, okay, dan zijn we bij de goede. Ja, je bent bij de goede aangekomen. Nou, kijk maar even. We zijn nu net aan het testen. Sandra Velzenboer die rijdt achter Jordi Dalrymple aan. En dan zie je de stuwing die ze ontvangt. En hoe makkelijk en rustig ze kan overstappen. Want ze heeft constant een duw in de rug. En die duw komt dus van de jet engine. Het is een idee dat afkomstig is van het snowboarden. In een licht rugzakje zit een motor waar een propeller op gemonteerd is. Dat zorgt voor extra stuwing tijdens het schaatsen, of zoals hier bij het shorttrack schaatsen. Maar waar gebruiken jullie dit voor dan? Ja, je moet het zo zien. Hè. Wij zijn deze meiden aan het tunen voor de wereldkampioenschappen in Salt Lake City. Nou, Salt Lake City ligt op een hoogte van ongeveer 1400 meter. En dan komen we daar en heb je weinig luchtweerstand. Dan ga je opeens veel sneller dan we hier. We zitten in Heerenveen, dat betekent min 3 meter. Ja. Heb je natuurlijk heel veel luchtweerstand hier. We komen nooit op die snelheid. Ja, je zegt heel veel, maar dit gaat natuurlijk over milliseconden, of niet? Dat ga je zeker merken. Oh, ja. En dat betekent op zo'n rondje als dit, dat kan zomaar eens een keer 1500ste van een seconde schelen. Ja, ja. Nee, dat is een meter of anderhalf wel, als je dat zou op een finish zou uitmeten. Oh mijn god. Ja, wat gaan wij eigenlijk doen, is de vraag. Gaan eens kijken van wie de snelste rondetijd gaat rijden. Vol boost. Oh my god. Nou, het ijs wil nog niet echt breken. Gelukkig krijgen we allebei coaching. Pip krijgt hulp van Sandra Velzenboer en ik word bijgestaan door Jordi Dalrymple. Beide goed voor goud op het WK Shorttrack Junioren. Ja, dus gaat niet vlugger. Maar eerst de een en dan de ander. Ja. Je legt dus als het ware eitjes neer. Door een beetje... Het is helemaal niet makkelijk. Eerst maar eens oefenen zonder die jet engine. Schaatsen aan zich is al moeilijk zat. Oh mijn god, dat lukt aardig. De focus is dus leren schaatsen op echte shorttrack ijzers. Sorry, dat lijkt jou? Nee. Gaat het? Het deed niet zoveel pijn eigenlijk. Oh, het zag er heel erg uit. Nou, ik ben vooral heb jou niet gesneden? Nee, normaal niet. Ik heb een snijbelspak aan. Wil je nog even oefenen of zeg je... Oh nee, ik wil nog even oefenen. Nee, jij moet eigenlijk ook nog even oefenen. Daar kom ik niet onderuit. We willen straks natuurlijk wel over het ijs vliegen. De bochten van shorttrack zijn heel scherp en daarom zijn de ijzers schuin. Licht gebogen en aan de onderkant ronder dan de ijzers van gewone schaatsen. Hey Pip, de game is on. Jij mag kiezen wie er begint. Ik begin wel. Echt? Ja. Net een rugzakje, zoals van de hike van de zomer. Ja. Ja. Oh mijn god. Mijn hart gaat echt zo snel nu. Goed, de NOS is er ook eventjes bij. Natuurlijk, er wordt geshorttrackt om prijzen. Pip is er klaar voor. Ze hoopt op goede tijden. Succes!
Ja, en Klaas hoopt dat niet. En het gaat om de tijd. Het gaat om de klok met die blender op de rug. Daar gaat ze. Twee rondjes. Dan staat de klok halverwege even stil. Maar dat nemen we niet serieus, want die start zitten wij. En die is niet zo goed. Klaas zit te genieten. Georgie ook. Otter kijkt hoofdschuddend toe. En Pip trekt door met een glimlach op het gezicht. De klok. Eerste rondje. 30-4 kunnen we vergeten, want die starten. En nu heeft ze dus een ronde met vliegende start. En Klaas denkt, dit gaat niet goed, want dit gaat veel te goed. Komt ze aan. Nog één geel, nog één slag. 26-40. Nee. 26-4. Gelukkig. Oeh. Oh, mijn enkels. Oh, dat wordt een enkeltje kleedkamer voor Pip. Nou, ready? Klaas, zet jij die straalmotor op je rug. Go. Dat is extra stuwing, gratis voor niks. Georgie fluistert er nog wat in het oor en dan is hij weg. Okay, hij op. Kan natuurlijk alles, maar kan hij dit ook? De tong eruit. Dit is sportief, aanmoedigen van je tegenstander. Je moet maar durven. Die eerste tijd, daar... 28-26. Staat 28-26. Dat is al behoorlijk goed. Maar die 26-4 staat er nog. Nog één keer doortrekken. Nog één keer die straalmotor aan. Pip voelt de bui al hangen. Lekker. Klaas kan alles. Klaas wint alles. Klaas doet alles. Daar is die. 23-5. Wat een baas, die Klaas. Nee, dat vind ik wel heel knap. Je hebt me er echt uitgeschaat. Ik heb je eruit geschaat. Anderhalve meter high five. High five. Kan ik Pip Pellens verslaan in een schaatsduel? Zeker. Niet door het ijs gezakt. Bloedstollend spannend! Oh nee, dat was wat anders. Klaas kan alles, daar kijk je naar. En als je een ander duel wil zien, moet je even hier klikken. Daar kan je je abonneren. En hier vind je andere vette opdrachten. Lekker kijken, veel plezier.